Hoi, mijn naam is Timo Sonius en in deze training ga ik je laten zien hoe je je eigen bedrijf kunt starten. Ik ben inmiddels denk ik 15 jaar al ondernemer. Ik startte mijn eerste bedrijf op toen ik een jaar of 19, 20 was. En ik heb eigenlijk door de jaren heen meerdere bedrijfjes nog opgezet. En op dit moment weet ik heel erg goed in mijn beleving wat de valkuilen zijn. Wat moet je juist wel doen? Wat moet je juist niet doen? Waar moet je wel je geld in steken? Waar juist niet in? Hoe kom je aan geld als je geen geld hebt? Eigenlijk alle vraagstukken die ik denk iedereen wel tegenkomt bij het opzetten van zijn of haar eigen bedrijf, daar ben ik wel tegenaan gelopen. En ik zal ongetwijfeld nog niet alles weten, want de tijden veranderen ook. Maar er zijn heel veel valkuilen, heel veel dingen waarvan ik denk, dat is interessant om te weten. Als je voor jezelf wilt beginnen, dan heb je een bepaalde basiskennis nodig. En ik weet zeker dat ik mijn kennis, mijn ervaring met jou wil delen om te zorgen dat je er twee keer over nadenkt voordat je een bepaalde keuze wel of niet maakt. Dus in deze training, ik heb hem even uitgeschreven, ik heb hem hier ook voor me liggen, denk ik dat het een les of 70 gaat worden, 70 lessen. En dan is het heel divers. Ik denk dat je het nu ook wel in het online programma ziet. Daar zijn alle trainingen eigenlijk uitgeschreven. We gaan nu beginnen met de introductie voor het starten van je eigen bedrijf. Ik hoop dat je de hele training uitkijkt. Zorg er ook voor dat de worksheets die erbij zitten, dat je die ook goed invult. Want je wilt uiteindelijk gewoon terug kunnen kijken op een productieve sessie. Je wilt uiteindelijk kunnen terugkijken dat je denkt, hey, dit is de blueprint voor mijn eigen bedrijf. En hiermee ga ik zorgen dat ik mijn eigen bedrijf kan starten, beter kan doorontwikkelen of kan groeien naar het volgende niveau. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Heb je vragen? Heb je feedback? Zijn er dingen waarvan je zegt, hey Timo, dat is mij niet helemaal duidelijk. Of leg me dat nog eens beter uit. Of in mijn branche werkt het toch iets anders. Zou je me daar wat meer over kunnen vertellen? Schroom niet. Stuur me een berichtje. Stuur me een mailtje. Zorg eventjes dat ik wat van je te horen krijg. Dan kan ik ook zorgen dat ik je passende informatie ga geven. Vind ik geen enkel probleem. Dat doe ik heel graag voor je. Dus ga er lekker mee aan de slag. En hopelijk heb je straks een succesvol eigen bedrijf waar je met trots op kunt kijken en kunt denken, wauw, dat heb ik toch eventjes neergezet. Heel veel plezier met deze training.